Hallo vriendelijke vrienden, daar was ik weer. Hallo, horen jullie mij? Ja toch? Jullie horen mij toch? Daar ben ik weer. Met een gloednieuwe stream. Kijk, ik kan zo precies voor mijn wang mijn microfoon zetten. Dat heb ik er ook. Heb ik nou de muziek voor mezelf uitgezet? Wacht even hoor, ik zit weer alles te verpesten. Oh nee. Hé, wat heb ik nou weer gedaan? Ik moet niet aan die knopjes draaien, dan gaat altijd alles fout. Even kijken hoor. Zo. Ja. Nu hoor ik. Even kijken. Zo ja. Ik hoor mezelf weer in ieder geval. Blijf een keer van die knoppen af. Ik doe het altijd fout. Jongens, ik ben er weer met een gloednieuwe stream. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Jullie zullen misschien wel denken. Sari ziet er een klein beetje anders uit. Luc. Dankjewel voor dat subje. Doet Ruben het wel? Oh, doet Ruben het ook niet vandaag? Oh jee, ik maak weer fouten. Hoe gaat het met jullie? Ik wil niet vertellen. Jullie zullen misschien denken van Sari, je ziet er een beetje anders uit vandaag. Dat klopt, ik ben ook een tijdje niet live geweest, want mijn verstandskies is getrokken. Dus ja, ik heb een beetje een bollige wang, dat kun je ook wel zien. Nou zit ik naar de kant met mijn goede wang. Maar als je goed kijkt, zo... Dan zie je wel wat er aan de hand is natuurlijk. Mijn verstandskies is getrokken. Dus ik kon niet echt goed meer praten. En dat is ook de reden dat ik niet live was. Ik ben nu vrij vroeg weer live. Want het is natuurlijk wel... verstandskies trekken is altijd best wel pijnlijk. En je kan het beste, ik adviseer iedereen dat te doen, zo lang mogelijk je rust behouden. Dus het is eigenlijk niet zo goed om heel veel te praten. Maar ik ben een strijder. Dus ik ben er gewoon weer. Ik ga even een ander muziekje opzetten. Jeetje, Daniran en Ricardo voor die bitjes. Dank jullie wel. En Luc natuurlijk. Mag ik kolkdepjes voor alle subjes in de chat? Ik zet hem even op een ander streammuziekje. Ik heb wel weer mijn audio... Ik heb mijn audio een beetje verpest. Ik weet ook niet waarom. Niet voor jullie hoor, maar voor mezelf. Ik zet hem even hier op. Zo. Ja, zo. Sorry, ik ben weer helemaal... Ik ben altijd, als ik even niet live ben geweest, ben ik helemaal uit de routine. Stijn, dankjewel voor dat subje ook. Wat lief allemaal voor jullie. Ik voel me lichtelijk verschut staan eigenlijk, moet ik heel eerlijk bekennen. Het ziet er niet heel charmant uit. We zitten in een hype train, dank jullie wel jongens. Dat is super lief. Maar ik zal jullie even vertellen hoe het is gegaan natuurlijk. Dat is wel zo netjes. Het ging beter dan de vorige keer. De vorige keer had ik heel veel pijn. Dit ging dit keer wel beter. Alleen ik merk toch dat ik niet zo goed tegen ibuprofen kan. Ik lig daar gewoon de hele dag van te slapen. En ik ben gewoon helemaal van mijn apropos. Dus ik dacht ik ga gewoon verplicht een paar dagen niet live. Zodat ik echt kan helen en me beter voel. Dat is wel belangrijk. Ik ben niet iemand die heel erg mijn rust neemt met dit soort dingen. En ik wil gewoon gelijk weer streamen. En ik voelde me ook heel sad dat ik niet kon streamen. Ik heb jullie oprecht gemist. Want het is echt mijn routine. En als ik dan zo thuis zit, dan voel ik me wel sad dat ik niet kan doen wat ik zo leuk vind om te doen. Alleen ik zie er wel echt een beetje uit als een hamstertje nu. Ik ga dit later terugzien en dan denk ik, nou, Sar, ik weet niet of je zo live moest gaan, maar toch. Ik ben gelukkig niet meer ziek, Bill. Ik voel me wel gewoon gezond. Sar is helemaal de draad kwijt, ja. Al die subjes er ook weer bij, wat super, super lief. Hey Berenkoel, hoe gaat het met jou dan? Wij hebben jou ook gemist, dat vind ik lief, Sarina. Je kan ook op Insta streamen. Ik wil nog steeds een keer op Instagram streamen. Meme met mijn medicatie. Oh ja, Esmee, ik hoop dat het ook een beetje goed gaat met jou natuurlijk. Ik zag je WhatsAppje. Ik ben heel slecht met app. Ik vergeet mijn app helemaal bij te houden, zeg maar. Even kijken hoor. Je bakker, Jules, Bingeling, Joost, Teslate Game Fan, Ricardo, Valerie zegt nu al live. Ja, ik ga nu eventjes live tot een uur of zes. Gaan we even praten, even kletsen. Even laten weten dat ik er weer ben. En dan vanavond gaan we de hele avond Pikmin spelen. Ik heb ook echt een... Ik weet niet of jullie dat al hebben gezien. Maar ik heb echt een superleuk Pikmin shirtje gekregen van Nintendo. Kijk hoe cute het is.
Eerlijk, wat vinden jullie ervan? Ik vind het echt een superleuk shirtje. Ik word er heel blij van. Het staat hier op mijn mouw. Staat ook nog Nintendo Switch. Echt superleuk. Wow, een Star die vroeg live is. Ja, ik ben vroeg live, hè, jongens. Ik ben super vroeg live. Ik dacht dat dat een ding was. Oeps. Ja, dat is een ding. Lang haar, of rood haar. Lang haar. Blond haar. Er is een comment voor. Misschien heb ik de bot nog niet aangezet. Ik dacht, ik ga spontaan alvast even live. Saar, ik gaf Joey je adres, want hij wou je graag in levende lijf zien. Is niet erg, toch? Nou, Stone. Don't do this to me. Maar even serieus, het is niet handig om hem er juist op aan te spreken. Nou ja, er zijn wel meer mensen die dat soort berichtjes sturen. Maar bij de meeste mensen zeg ik ook niks van. Ik vind het ook niet erg, maar ik vond het gewoon grappig hoe er gecommandeerd werd. De bot doet het. Kijk, daar is die. Precies. Ik vind het wel leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb alleen mijn audio voor vandaag weer verpest. En dat kan ik alleen maar fixen als ik niet meer live ben. Maar goed, ik zorg wel dat het vanavond in ieder geval weer werkt. Ik moet in 2 dagen nog een presentatie en een verslag maken. Ik ga een tussenstream kijken. Nice, Mart Roosje. Ik ga straks nog wel eerst eten voordat ik echt alle games op ga starten. Ik dacht, ik doe alvast even een update streampje dat ik er weer ben. En dat ik het hele lieve weekend live ga. En dat het goed met me gaat. En dat jullie niet de inlichtingendienst hoeven te bellen. En dat ik nog leef. Ik dacht, dat is wel gezellig. Toch? Eventjes zo vlak voor het eten. Thanks, Brian. Wat ga je vanavond doen? Pikmin gaan we vanavond spelen. En misschien ook al Little Hope. Ik heb 3 games die ik dit weekend ga spelen. Samen met jullie. Pikmin, Little Hope en Watch Dogs. Ik heb ze alle 3 gedownload. Dus ik ben wel helemaal ready ervoor. Ik zit zo hard te schreeuwen nu doordat mijn audio verkeerd staat. Ik haat mezelf. Waarom heb ik dat opgefokt? Wajo, lekker binnenkomen met een hype traintje. Hallo allemaal. Hey Rooms. Ik heb even de muziek voor mij uitgezet. Want als ik zo hard ga schreeuwen, dat lijkt me ook niet zo goed voor mezelf. Eigenlijk is het sowieso niet zo goed om heel veel te kletsen. Maar ik doe het toch. Durpgast NL, dankjewel voor de follow. Mijn aanbod staat nog steeds. Dat is wat ik je in Discord zei. Fuck as mee, zegt Rooms. Warstok ben ik wel lekker hyped voor. Ja, ik denk dat ik ook nog wat posters ga weggeven. Want ik heb natuurlijk laatst van Ubisoft een heel pakket gekregen met allemaal Watch Dogs goodies. Dus daar ga ik er denk ik nog een paar van weggeven. Dus mocht je into Watch Dogs zijn, dan ben je dit weekend ook op het juiste adres. Audio niet goed is. Hey Joey, leuk dat je erbij bent, jongen. Ja, hype voor Watch Dogs. Oh shit, we hebben de trein gemist. Oh nee. Ik ben nooit in de middag live. Ik voel me altijd... ik voel me altijd een beetje rare eend. Als ik in de middag... Oh, als ik in de middag stream. Kijk, alles gaat fout. Ik ben helemaal van me apropos, jongens. Dat ga ik heel eerlijk bekennen. Wat heb ik... Ik zal even vertellen wat ik deze week heb gedaan. Nou, toen ik mijn keys heb getrokken, toen ben ik gelijk gaan slapen. En die eerste dag ben ik gewoon nooit meer wakker geworden voor mijn gevoel. In de avond ben je ook een rare eend. Romy, dan kun je ook gewoon unmodden, weet je. Ik wil alleen maar aardige mensen op mijn kanaal. Shit, daar is het nu al te laat voor. Hey, de Smarty, hoe is het met jou? Ik ben een beetje raar aan het doen, jongens. Sorry. Maar ik heb de hele tijd liggen slapen. Dus ik heb ook niet op alles gereageerd. Dus ik had allemaal lieve berichtjes van jullie. Van Saar, gaat het goed? En is het goed verlopen? En leef je nog? En ik heb alles genegeerd omdat ik gewoon in dromenland lag. En toen daarna ben ik Nederlandse thrillerfilms gaan kijken. Op Videoland. Ik heb de Reunie gekeken. De Eetclub. En... Bumperkleef. Dus ik heb een paar spannende dagen gehad. Dus ik ben helemaal op de hoogte van alle Nederlandse thrillerfilms. De Eetclub was een hele bijzondere film. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik verward was van de Eetclub. Normaal kijk ik niet zo heel vaak Nederlandse films. Maar ik dacht het is nu wel leuk om een keertje te doen. Ik ben positief getest met corona, maar heb het ergens nu wel achter de rug, denk ik. Oh, Smarty, dat is niet zo goed om te horen. Zoveel goede films. En dan ga je Nederlandse films kijken. Ja, nou, ik heb dus al zoveel goede films gezien. Ik dacht, ik ga nu voor het Nederlandse genre. Robin! Dankjewel voor dat suppie. 8 maanden alweer.
Jeetje, komt het wel in beeld eigenlijk? Volgens mij gaat er weer een hele hoop fout. En ik... Sorry daarvoor. Oh, technische Sar, please. Kwam het in beeld? Het kwam in beeld, toch? Software server, dankjewel voor je follow. Dankjewel voor je subje in ieder geval, Romin. Mag ik Korok depjes in de chat? En Durpgastnl, dankjewel voor die €2,50. Wojo, wojo. Sponsorship namens Durpgastnl. Koop hier maar een frikandelbroodje van of iets anders natuurlijk. Dankjewel, Durpgastnl. Ik ga dat zeker doen. Super lief. Moet werken tot 8 uur. Nou, om 8 uur ben ik ook weer live. Ik ben alleen maar even live om jullie op de hoogte te stellen. Ik kan nu de game wel starten, maar ik ga wel voor een half uurtje waarschijnlijk eten. Dus ik kan het wel doen. Alleen dan hebben we een half uurtje aan losse Pikmin content. Dat is misschien niet zo handig. Dus ja, ik dacht ik ga even just chatten. Ik laat even van me horen. Zodat jullie... Ja, misschien waren jullie helemaal niet bezorgd. Ik ben helemaal verward aan het doen. Jongens, ik zag dat we weer een stream award kunnen winnen. Hebben jullie dat al gezien? Op maandag kunnen jullie stemmen op jullie favoriete streamers. Gaan jullie op mij stemmen? Ik ga dit jaar niet zo vaak vragen, denk ik. Als jullie mij leuk vinden, dan gaan jullie vast wel op mij stemmen. Wat ga je eten? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat gaan jullie eten? Ik had zoveel goede films gezien. Ik dacht, ik ga eens de slechte kijken. Dat was inderdaad wel een beetje de gedachte erachter, Leen. En slechte films, dat kan ook ontzettend vermakelijk zijn. Echt waar. Believe me. Ik hou van slechte films. Ik wilde al op Amsterdam stemmen. Dan stem je toch lekker op Amsterdam. Toch? Dat mag van mij ook hoor. Je mag van mij ook op Amsterdam stemmen. Tuurlijk stem ik Saar. Je bent mijn favorietje. Oh, dankjewel kneusdreus. Nou, vorig jaar had ik dus heel dedicated meegedaan aan de Stream Awards. Oh. Oké, Saar zit niet aan dat ding. Het gaat sowieso fout. Maar ik weet niet of ik dat dit jaar weer ga doen. Alleen, het lijkt me wel leuk, I guess. Ja, Raymond, het gaat gelukkig goed. Au, mijn oren, wat deed ik? Heb ik iets per ongeluk aangepast? Hey, Kotnes. Beste man, Serpent Gameplay. Ik ga daar ook voor. Ik stem sowieso weer op onze Serpent. Je stem klinkt luider. Ja, ik had dan een knopje gedraaid, zodat ik mezelf weer hoorde. Is dit heel pijnlijk? Moet hij niet zo hard? Ja, ik heb de gain een beetje aangepast. Ik hoorde mezelf niet, dus ik dacht... Maar ik dacht dat dit alleen voor... Ik dacht dat dit alleen... voor mij was, maar blijkbaar ook voor jullie. Nou, bij deze. Ik heb mezelf iets harder gezet. Is het zo... Klinkt het zo nog wel goed? Hij staat niet super hard, hoor. Hey, Mario Kart. Hoe is het? Nou, ik ben nu alweer gewend. Ik zie er wel normaal uit. Mag je geluid iets harder? Welk geluid? Welk geluid moet van jou harder, Joey? Ik luister naar jou, Joey, dat weet je. Ja, Gwen is weer een band, toch? Ze was er gisteren weer even. Oh, dat is mooi. Een Snorlax op de achtergrond. Ja, klopt. Een Snorlax, een Scorbunny, een Korok en een Helion Shield. En hier rechts van mij... Of nou, dat is... Voor jullie rechts, voor mij links, staat mijn Pokémon schilderijtje. Zo vroeg al live. Ja, ik ga vlak voor het eten even live. Ben je ziek? Je ziet er heel ziek uit. Ja, ik ben wel een beetje zieker van geweest. Van mijn verstandskies. Dus vandaar dat ik er misschien niet zo lekker uitzie. Lekker is een verkeerd woord. Wacht even. Het is niet dat ik mezelf kapot lekker vind, jongens. Dat is niet wat ik bedoel. Je lijkt een beetje wit, maar dat ben ik normaal ook, hoor. Ik ben gewoon wit van mezelf. Carlijn Slagman. Dankjewel voor je follow ook. Jongens. We hebben bijna die 20.000 volgers. Tenminste, het duurt nog 858 volgers. Maar dan hebben we de 20.000 volgers. En ik hoop als we dat dit jaar nog halen... dat ik een bijzondere stream kan doen. Dat ik een vette giveaway kan doen. Dat het misschien een 12 uur stream kan worden. Dus als je broer, je vader, je moeder... je hamster, je cavia, je hond, je oma, je opa, je buurvrouw... de cashière in de buurt
van je dichtstbijzijnde supermarkt. De zwerver op de hoek. De kleuters in de speeltuin. Als die allemaal nog niet hebben gevolgd, vergeet dat niet eventjes te zeggen. Want des te eerder we die 20.000 hebben gehaald en des te eerder er een bijzondere stream komt. Het is een doel die ik het hele jaar eigenlijk heb gezegd tegen jullie, dat ik dat heel graag wil halen. En ik ben echt ontzettend blij als het uiteindelijk lukt. Dus ja, ik denk dat ik er wel een traantje om ga laten als het lukt. Want dat had ik nooit gedacht. Dus ja. Fancy en Beastie, kijk, jullie helpen me al een beetje op weg. Dank jullie wel voor jullie follows. Ik ben heel erg benieuwd wanneer het gaat lukken. Het is nog vrij vroeg in het jaar, tenminste. Als in, ik had gedacht dat het echt eind december zou worden. Maar misschien wordt het al... misschien wordt het al november dat het lukt. Ik heb ook een aantal goodies trouwens gekregen van Pikmin die we vanavond gaan spelen. Ik heb weer een nieuw magneetvelletje gekregen met allemaal Pikmin erop. Kijk hoe schattig. Ik had dat ook van Paper Mario toen destijds. Oh nee, al mijn magneten vallen weer af. Van Paper Mario had ik dat destijds ook gekregen. Waarom doet dit het niet? Ik probeer een influencer te zijn en dit scherp te stellen, maar... Hallo? hallo? Please, camera. Kijk. Die had ik toen met Paper Mario gekregen. En nu heb ik er dus ook een van Pikmin met allemaal Pikmins erop. Dus dat is echt cute. En dit is volgens mij voor in je planten. Ik dacht eerst dat het een boekenlegger was. Maar volgens mij is het voor in je planten dat je erop kan schrijven wat het is. Toch? Key in error. Dankjewel voor je follow ook. Hoe gaat het met je pijn? Nou, ik heb nog wel pijn. Daar ga ik wel eerlijk over zijn. Praten is best wel pijnlijk. Maar ik heb hier een glaasje met ibuprofen. En ik ben een, zoals jullie dat wel eens in straattaal zeggen, wahet-strijder. Dus het gaat goed komen dit weekend. Ik wil gewoon graag weer streamen en mijn dagelijkse dingen weer oppakken. Want anders zit ik hier maar opgesloten. Niet zoveel te doen. Dat vind ik niet leuk. Dus ik ga gewoon weer lekker verder met mijn kanaaltje. Dus als ik het niet meer overleef, jullie hoeven je niet zorgen te maken, dan heb ik gewoon een glas met dingen. Ik spreek geen straattaal. Ik eigenlijk ook niet, Thomas. Pijn is fijn. Een beetje pijn kunnen we wel tegen. Ik heb dus ook een plantje gekregen van Nintendo. Als hij het doet. Hij moet even voor mijn hoofd, anders dan gaat hij niet scherp stellen. Kijk. En dat is een van... Het zijn graszaadjes of zo. Zullen we even kijken wat dat is? Wahet is één. Wahet is grote, toch? Misschien heb ik het fout. Sarah, heb je die lamp gekocht bij de BCC? Sneaky Turtle. Even kijken wat het is. Wow. Het ruikt naar een blok hout. Maar het is ook een blok hout. Dus op zich... een blok hout is op zich wel logisch dat het daar naar ruikt. Oh, wacht. Woe! Oké, wacht. Oké, ik heb hier een stukje aarde... Daar moet denk ik water bij. En dan... Ik ben niet echt... Ik heb niet echt groene vingers. En dan zit hier een zakje in. En dat zullen wel de zaadjes zijn. Even lezen hoor. Oh. Stop het compost in de container. En vul het met water. Totdat het voor 3/4 vol is. In 2-3 minuten is het compost helemaal... gepureerd in... Dat staat er niet. Maar het staat er in het Engels alleen. Ik ben bang dat ik het al zo Rotterdams uitspreek. RDC Gaming NL, dankjewel voor je follow. En The Real Wizard, dank jullie wel voor jullie follows. En voor de mensen die nieuw zijn of die nu kijken en denken van... Wat is deze rode wortel aan het doen? Ze is alleen maar aan het praten, niet aan het gamen. Ik ga straks na het eten, dus nog niet nu... na het eten ga ik Pikmin spelen. Dat is een nieuwe game. Tenminste, een heruitgave op de Nintendo Switch van Pikmin 3. Die gaan we spelen. En ik ga later nog Little Hope spelen. En ik ga dit weekend Watch Dogs spelen. Dus er is voor iedereen wel wat wils. Misschien dat we ook nog wel een paar potjes Among Us doen. Maar ik ga het hele weekend live. Dus er is genoeg te zien qua gaming op dit kanaal. Alleen ik dacht ik ga nu voor het eten nog eventjes live om met jullie te kletsen. En van me te laten horen. Noorzon, dankjewel voor je follow. En ik merk altijd als ik dus... Ik ben nu 3 dagen niet live geweest. En het is voor mij zo routine dat ik eigenlijk mijn complete chat ga missen. En dat ik denk van... Wat zit ik hier nou te doen? Ik ben alleen maar aan het liggen en aan het
aan het series kijken. Ik ben heel slecht in rust nemen. Ik neem wel heel veel rust. Kennen jullie dat gevoel dat je ligt, maar eigenlijk geen rust neemt? Kijk, aan rust moet je je overgeven. Dus als je gaat chillen, dan moet je niet alsnog in je hoofd helemaal druk doen, zeg maar. Je moet echt je rust nemen. Maar ik ga liggen en vervolgens ga ik aan alles denken wat ik nog moet doen. En dan pak je uiteindelijk alsnog niet je rust. Frollo, ik heb dus geen series gebinged. Want ik denk dat dus altijd, oh, als ik vrije tijd heb, dan ga ik allemaal series bingen en zo. Maar eindstand zit ik heel vaak hele lange tijden niet zoveel te doen. Omdat ik me. En dan zit ik me helemaal druk te maken om dingen die ik wel zou moeten doen. Dat heb ik heel snel. Dus ik heb allemaal Nederlandse films zitten kijken, uiteindelijk nog wel. Daar begin ik dan echt om 11 uur 's avonds eens een keer mee. Ik heb de Eetclub gekeken en de Reunie en Bumperkleef. Bumperkleef staat op Netflix, jongens. Dat is best wel een leuke film. Eerlijk, dat is gewoon een soort van Halloween-achtige film. Alleen wat minder, het slasher effect zit er wat minder in. Maar het is wel spannend. En die vent die dus de slasher moet voorstellen, die is echt weird as fuck. Die is echt heel strange. Ik heb geen Vikings gezien. Gewoon games, nu games. Joey, ik waardeer iedereen die er is. Dus Joey, ik waardeer jou ook. Alleen, wil je niet zo tegen me praten alsof ik een hond ben? Van nu zit, nu gamen, nu live, nu opstaan, nu op mij reageren. Want ik ben namelijk geen hondje. En dat je een hond commandeert, dat snap ik. Maar een rode hond, dat is een ziekte en ik weet dat ik er zo uitzie. Maar ja, ik vind het niet zo fijn als je dat doet. Dus zou je daarmee willen stoppen? Klassiekers ook. De lift. De lift moet ik nog eens kijken. Spetters heb ik wel gezien. Jij groot nu, ik trots. Rode hond. Ja, toch? Hey Sarah, wat klink je verkouden? Is dat echt zo? Dat komt door die gain. Kijk, als ik de gain uitzet, dan klink ik misschien minder zo. Of het, ik denk dat het echt aan mijn audio ligt. Omdat ik dat even niet zo goed heb ingesteld. Dus ik had de gain iets omhoog gezet. Maar dan klink ik waarschijnlijk heel slecht of zo. Misschien moet ik dat voortaan weer uitzetten. Maar anders hoor ik mezelf even niet. Dus vandaar dat ik het vandaar dat ik het heb aangezet. Het kan ook wel dat ik gewoon oprecht een beetje ziek klink. Maar ik ben ook een beetje ziek geweest. En ik heb natuurlijk wel echt een bal in mijn mond. Is het niet wat een keer om met niet Walter Kroes op date te gaan? Van waar je opmerking, Arjan? Ik ben niet echt op zoek naar een date eigenlijk. Niks ten aanzien van Walter. Maar ik heb dit jaar heel vaak bewezen dat ik alleen maar kan kwetsen. En dat ik niet echt... En hoe zeg je dat? Dat ik niet echt... Ik wilde zeggen een goede vrouw ben. Dus ik ben ermee gestopt. Het heeft niks te maken met Walter trouwens. Lukt het niet vloeibare eten een beetje? Ja, ik heb vandaag een ei gebakken voor mezelf. Vind je mij een Twitch tot glasgorilla? Daar is de deur. Ik weet niet waar die in jouw huis is, maar... Leave me alone. Ik ben hartstikke aardig. En een Twitch tot blijkbaar. Sarah gaat alleen met Rick op date oesters eten. Maar dat was geen date. Dat was een vriendelijke bijkomstigheid. Rick. Ik hou van je als je dit ziet. Als ik ooit met jou en Billy op date mag, dan hou ik me aanbevolen. Je kan soep eten. Je kan zeker soep eten. Dat heb ik ook gedaan. Toch geen Twitch tot, aangezien je dan anders had gereageerd. Ja, dat denk ik wel. Welkom, glasgorilla. Ik vind het wel heel leuk dat je er bent. Anders zit je buik niet vol. Waar val je op qua man? Ik val op pik. Min. Nee, ik heb niet echt een specifieke smaak. Sorry jongens, ik was heel slecht. Het spijt me. Ik heb wederom bewezen dat ik geen humor heb. Dus qua humor kunnen we geen award winnen, denk ik. Norson, ook jij, dankjewel voor je follow. Waarom wordt er een enorme YouTube-link in mijn chat geplaatst? Ga weg! Ik wil het niet! Gelukkig weten de mods ook dat ik dat niet wil.
Kst. Precies. Kst. Weg ermee. Je viel ooit op Rico. Nou, dat, zo gaan we niet doen. We gaan niet onaardig doen over mijn ex-geliefdes. Je bent uniek, Saar. We zijn wel blij met je. Ja, ben je nog blij met mij, Brian? Je hebt al humor. Dankjewel, Joey. Dat vind ik lief. Dankjewel, Joey. Qua uiterlijk is het niet belangrijk. En de award voor beste actrice gaat naar Saar. Ik zou het wel heel cool vinden als ik ooit nog ergens in mag acteren. Ik kan waarschijnlijk niet acteren, maar het lijkt me wel vet. Qua uiterlijk is het niet belangrijk. Nou, uiterlijk doet wel wat met je gevoelens. Hoe zeg je dat? De aantrekkingskracht tot iemand. Maar goed, er is altijd... Iedereen vindt weer wat anders leuk. Dus wat dat betreft. Hé, hey, hij stuurde je ouders wel een kerstkaart. En jij kreeg hem niet. Wacht, heeft Rico mijn ouders een kerstkaart gestuurd, maar mij niet? Dat zou ik ook doen, hoor. En gewoon zijn moeder een kerstkaart sturen en Rico niet. Ik ben er even niet van op de hoogte, maar... Ik zie dat roddels en dingen altijd gauw hun eigen leven gaan leiden. Iedereen is verschillend, precies. En iedereen heeft weer een andere smaak. Dus iemand, de een vind je niet knap en de ander weer wel. Goeienak, hé, daar is Tommy. Tommy, ik heb je laatst toegevoegd op Discord. Heb je mij geaccepteerd? Ik zat laatst in de podcast van Daniel. En toen dacht ik, oh, ik ga een keer gewoon iedereen waarmee ik in een call zit gewoon toevoegen op Discord. Misschien gaan ze me dan ooit ook bellen. Niet alleen als ik in een talkshow zit. Ze denken, oh, die Saar. Die is eigenlijk best wel aardig. Nee, ik ben heel slecht met Discord. Ik zou eigenlijk wel wat meer in calls en zo willen zitten. Maar ja, ik ben altijd te bescheiden om... Bijvoorbeeld, ik zie bij Daniel ook altijd hele groepen zitten. En ik denk niet dat ze op mij zitten te wachten. Dus ik ga er maar niet in. En dat heb ik bij al die servers. Terwijl er misschien best wel mensen zijn die het wel leuk vinden. Alleen, ja, dat doe ik dan niet. Oh, ga je me bellen, Tommy? Wat lief. Wat een moed. Ik wil je anders ook wel een keer bellen. Jullie moeten mij nu niet allemaal uit medelijden gaan bellen, hoor. Want dan heb ik niks te vertellen. Dan zit ik met een zak chips in bed. En dan bellen jullie mij en dan zeg ik, ja, ik heb eigenlijk niks te vertellen. Waarom bel je? Join gewoon. Oké, ik ga een keertje... out of the blue joinen. Maar als iedereen al stil is en denkt van... wat de fuck komt Zwanger doen? Dan klik ik weg uit angst. Dan weet jij wat er aan de hand is. Ik wilde al met iedereen uit de Discord... met hooivorken naar je toe komen... om je te laten streamen. Maar je streamt zo te zien al. Ja, wat een strijder. Ik ben echt een strijder. Dat ik met zo'n wang gewoon toch live ga. Eerlijk? Dat is toch... dit noem je toch dedication, hè? Dat ik dat voor jullie over heb. Wat een hoop roze namen trouwens in de chat. Join gewoon als er gokken is, dan is het aan. Is het dan aan? Heb je iets aan je wang? Nou, mijn verstandskies is getrokken. Dus vandaar, als je denkt van... waarom is haar gezicht ineens soort van half misvormd? Dan is dat het. Dus iedereen die al zich een beetje afroept van... Saar, je ziet eruit als een hamster. Ik zie het namelijk wel. Kijk, ik heb wel een goede engel, want dit is mijn goede engel. Kijk, hier heb ik nog een klein beetje... Ja, er zit sowieso best wel veel... Hier zit allemaal leeschips. Dus het is sowieso niet echt heel mooi strak. Maar deze kant is ook een beetje gelig aan het worden. Is helemaal niet strak. Nu is haar verstand kwijt. Nou, dat had ik sowieso al niet. Mij niet bellen. Ik had vroeger dus een beetje belangst. Want ik weet nooit waarom mensen bellen. Dus ik ben dan altijd bang dat iemand dan me opbelt. En dan zegt van, Saar, kutwijf. En dat er dan iets gaande is. Dus als ik dan niet weet waarom iemand belt... Dan nam ik gewoon niet op. En iedereen wist dat ik gewoon iedereen aan het wegklikken was. Iedere keer. Ze hebben je verstandskies getrokken. Maar ze hebben je verstand toch niet meegetrokken. Nou ja, kijk. Wat je niet hebt kun je ook niet wegtrekken, toch? Ik heb er Doritos in zitten. Ik ook. Ik heb een mixje van popcorn, Doritos en Lay's chips daar zitten. En het gaat nergens anders heen. Kijk mijn armpjes. Het gaat nergens anders heen. Alleen maar hier zo in mijn kin. Rens! Het is Halloween. Bij het mooiste 13 maanden subsite te zien in de kerken dit weekend. Oh, lekker Rens. Dankjewel voor je subje en voor je edit natuurlijk. En zeker, we gaan morgen lekker de Nun kijken tijdens Halloween. Ik ga wel eerst streamen, Rens, maar je bent een nachtbraker. Dus ik denk niet dat je het erg vindt om vrij laat te beginnen met onze horrorfilm.
Dankjewel, lieve Rens. En Casper van Twitch en Justin en TEPS 0007 en een hele moeilijke naam. Ik noem je even Im. Dankjewel voor je follow ook. Voor jullie follows. Ja, ik ga de nun kijken. Ik heb ook nog een nunnen-outfit. Die kan ik misschien tijdens Halloween wel aandoen. Wat een gezelligheid. Er is onze Sjoef. Ik weet nooit of... Is het nou Sjoef? Het is Sjoef, toch? Ik heb een hele leuke gesprek met Sjoef. Ik kom er dus achter dat... Ik noem er gewoon even Sjoef. Als het fout is, dan denk ik dat ze me niet meteen haat. Ik heb hele leuke gesprekken met Sjoef gehad. We liggen echt helemaal volledig op één lijn gewoon. Ik kan het niet allemaal herhalen hier. Want ja, dat is gewoon allemaal heel heftig. Maar we liggen super erg op één lijn. Dus dat is wel leuk dat we... Dat we na de talkshow een beetje zijn gaan lullen. Joostar, wat ga je spelen? Nou, ik ben nu echt letterlijk alleen maar aan het ouwe hoeren. Zal ik mijn plant nog maken trouwens? Ik heb hier wat zaad. Wacht. We doen het gewoon even met real juice. Nee, er zit water in trouwens. Het is geen energy drank, maar een plant. Real juice geven is wel echt een moed. Heel eerlijk. Oké, komt een beetje water. Maar dit gaat... Dit gaat sowieso fout. Ik ben er niet helemaal zeker van dat dit de bedoeling is. Maar dit moet even 2 minuten... Moet ik dit roeren? Hoe maak je een plant? Ik weet niet of dit goed was. Dit is best wel veel water. Kan ik dat teruggieten, denk je? Maar dan ga ik aarde drinken. Ga je ook nog live, Sjoef? Walter! Jeetje, mineetje. Dankjewel voor je raid. Ik ben echt... Oh, kijk. Het wordt nu... Oh, het wordt aarde. Oh, eerlijk. Waar ruikt het naar? Ik ga een pigment planten, jongens. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Even dit zaad openen, hoor. Ik had ook niets anders verwacht dan dat dit fout ging. Ik heb even... Ik wilde bijna dit gebruiken om hem te peuren. Maar dit is echt zo dom als ik dit had gedaan. Even eerlijk. Dit is gewoon een mic van een headset. Als je die in het water doet, dan kan je hem gewoon weggooien. Sorry, dat is echt het meest stupid ooit. Ik merk meteen dat je een plantenkenner bent. We kunnen wel even dit stokje van deze bril gebruiken. Oh ja, kijk. Het wordt nu... Het wordt aardig. Ik heb er echt te veel water in gedaan. Waarom blijft dit hard? Ik vind het niet leuk. Hoe was je stream, Walter? Wat heb je gespeeld? Heb je nog iets leuks gedaan? Heb ik nog iets gemist? Heb je een zak wiet voor me? Nou, ik heb geen zakje wiet voor je. Maar dit is een zakje... Hier zit een Pikmin in. Ja, dat is ook... Ik weet niet. Als je een Pikmin zou chappen... Word je dan high? Dat zou nice zijn. Ik ga denk ik huilen als er een Pikmin doodgaat vanavond, jongens. Oh, ik ben hem nu aan het peuren. Kijk, dit gaat goed. Oh, het wordt nu zo'n... Kennen jullie dat? Als je moet poepen. En je moet heel nodig. Maar het blijkt een keutel te zijn. Zo ziet het er nu uit. Saipe. Rickert, dankjewel voor dat subje. Wat gaan jullie hard met die subjes? Wat lief. Er gaan vanavond veel Pikmin vallen. Mag ik kolkdepjes in de chat voor Rickert? Nee, er gaan geen Pikmin vallen, want dan ga ik janken. Ik moest vroeger ook al janken als er een Pikmin doodging. Ah, hij is nu... Die aarde gaat lekker, jongens. Maar hoe gaat dat zaad er nu dan in? Even kijken hoor, even op de beschrijving. Oh, nu moet het zaad erin. Ja, precies. Oké, de Pikmin gaan erin. Jeetje, stronkodonk. We zijn hier Pikmin aan het planten. Ik heb hier een mooie omschrijving. Kijk, jongens, Pikmin Deluxe. Ik ben... Stel scherp. Smichterig camera. Doe even wat ik wil. Kijk, we zijn graszaadjes aan het planten. Waarom wordt er altijd gezegd dat er iets op mijn neus zit? Alsof ik allemaal dingen gebruik of zo. Eerst het zaad, dan die zwangerschapstest. Waar heb je die bril gekocht? Dit is een leuke bril, hè, jongens. Dit is een bril.
Oh, dit kan even niet op hoor. Maar dit is echt een topbril. Kijk. Super nice. Mooi Bark Farming Group. Lol. Epic paperclip. Annika. Zit er niet allemaal aarde in je haar? Esme, ik heb er inderdaad niet zo goed over nagedacht. Kijk. Beetje diarreetje erin. Is goed. Ga lekker eten. Ik ga zo ook even eten voordat we gaan gamen. En dan kom ik weer terug. Het is nog niet... Misschien heb ik te weinig water gebruikt. Misschien had ik er niet zo in moeten steken. Ga je stroopwafel eten? Oh, als ik wegloop, dan... Dan weet je hoe laat het is, hè? Ik ga geen stroopwafel als avondeten eten, Sjoef. Zo kan ik niet zijn. Stop met steken. Oh, sorry, Annika. Ik wist niet dat je boos werd. Je maakt fucking weird. Ik ben ook... Hallo, ik ben niet normaal, hè? Je moet hier niet komen kijken als je verwacht dat ik soort van normaal ben. Want dat is gewoon niet aan de orde. Ik vind dat je me dat niet kunt verbijten. Ik bedoel, er bestaan vast wel normale streamers. Dan ben je hier niet op het juiste adres. Ah, doei, ik kan het kwijt. Shit. Shit te zijn, ik kan het kwijt. Dit is niet leuk. Wees jezelf. Ik kom hier niet zo vaak, maar na de talkshow zat je ook al een stroopwafel te chappen. Tommy. Ik hou van stroopwafels, maar ik had Sjoe verteld dat ik niet zo vaak opsta tijdens mijn livestream. En dat als ik wegloop, dat ik of een stroopwafel ga halen, of dat er andere scenario's aan de orde zijn. Maar ja, dat moeten jullie zelf maar invullen. Oké. Ik ga het er gewoon in nieten. Oh, het zit allemaal onder mijn nagel nu. Oh, dat is wel heel veel. Moet dat allemaal in? Oh, dit is wel heel veel. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Maar goed. Er zijn mogelijk andere scenario's. Je moet de plant wat liefde geven. Ik ga hem sowieso liefde geven. Girl, je maakt het niet beter. Ik heb nu echt heel veel... Ik heb heel veel zaad in dit bakje gestopt. Gaan te roeren. Ik denk dat deze plant nooit gaat uitkomen. Nintendo, ik ben heel erg blij met deze plant. Maar ik ben incapabel. Ik ben gewoon incapabel. Hoe krijg ik dit nou weer onder die aarde? Heb je heel veel zaad in het bakje gestopt en nu ga je roeren. Het ziet er nu zo uit. Maar het moet denk ik wel aan de onderkant. Het moet niet aan de bovenkant. Misschien moet ik er nog wat water bij doen. Dit is te droog. Oké. Okay. Beetje naar de onderkant. Waarom doe je dit ook met een plastic bril? Ik heb zoveel vragen aan mezelf. Mooi, Wark. Dankjewel voor je follow ook. Wat een noob. Je moet roeren. Ik had al geroerd. Maar het is maar een heel klein gat. Ik ga wel het hele weekend live, ja. We moeten het natuurlijk deze week wel inhalen. Ah, ik heb het opgefokt. Met je vingers duwen. Dat is een goeie. Oh ja, kijk. Ja, ik heb groene vingers, jongens. Ik heb hele mooie groene vingers. Gaat allemaal onder mijn nagels zitten. Oh ja, nu voel ik dat er wel genoeg water in zit. Het water komt omhoog als je heel hard duwt. Oh, dit voelt echt chill. Oké, dit ziet er heel raar uit. Maat, niet zo hard. Ik heb echt zo hard zitten duwen nu. Nu zijn ze allemaal gebroken. Je pletst ze allemaal. Jongens, niet zo haten. Jeetje, Saar. Je vingers zijn zwart nu. Ik plet alles. Je verpest het nu. Nee, maar het water kwam omhoog. Ik denk dat dat best goed is. Jongens, jullie hebben er geen verstand van. Ik doe dit dagelijks. Ik liep dus met mijn headset op de keuken in. De dingen die gezegd worden op deze stream. Man. Oof. Jongens, ik vind dat jullie zo aardig zijn voor mij. Ik probeer hier ook maar gewoon een plantje te redden, oké. Nou, Ah, nou zit dat allemaal op mijn bureau ook weer.
Hey, Ake Bosma Live, welkom. Hoe gaat het met Ake Bosma Live? Heb jij nog wat meegemaakt deze week? Zijn er nog dingen die we moeten bespreken? Nooit die Albert Heijn plantjes gehad? Jawel, maar ik ben gewoon heel slecht met dit soort dingen. Maar het zit wel een beetje aan de onderkant nu. Dus ik denk dat er bestaat echt wel een mogelijkheid dat het nu uitkomt. Ik denk dat het wel uitkomt. Ik denk dat we goed zitten. Hihi. Dankjewel voor je follow. Over het algemeen werkt het schreeuwen tegen de plant ook om ze te laten groeien. We gaan het zien, jongens. Ik ga het plantje hier gewoon laten. Alleen, er komt hier niet zoveel licht binnen. Want ja, dat kunnen jullie aan mijn huidskleur zien. Ik ben gewoon een beetje een nachtwezen. Dus ik weet sowieso niet of dat hier überhaupt uitkomt. Hoe goed je het ook hebt geplant. Praten tegen je plant is wel belangrijk. Nou, dat is ongeveer de enige persoon. Gezien ik niet op Discord zit en niet bij jullie de kam in ga. Is dat, ja, komt dat wel goed? Tantu Witneef. Anifo. Rustig aan, jongen. Ik kan het kwijt. Ik dacht dat je een half uur geleden al weg was. Je wilde hier toch niet meer zijn? Ga mij niet Tantu Wit noemen, Anif. Ik ben hier niet van gediend. Dit leert ons wel weer. Sarah heeft geen groene vingers. Ik heb absoluut geen groene vingers. Gewoon mooi wit. Die Joey, ja, dat is gewoon compleet de andere kant op nou. Het was eerst commanderen en nu is het alleen maar liefde. Die Joey die zegt alleen maar aardige dingen tegen mij vandaag. Ik heb dorst en ik wil gamen, maar ik moet echt even wachten voordat ik ga eten. Dus eigenlijk was dit de meest nutteloze stream die ik in tijden heb gedaan. Maar ik vind het wel leuk dat er 178 kijkers zijn. Mooi wit is niet lelijk. Nou, ik ben helemaal niet zo wit. Dit shirt is ook wit, hè? Kijk, als je nu naar dit shirt kijkt en nu naar mijn huid, dan zie je toch van wow. Zij is Tantu Yellow. Nee, oké, dan lijkt het meer alsof ik geelzucht heb. Wil je een autodropje? Ik heb wel zin in een autodropje. Ik ben naar de winkel. Wat ben je aan het kopen dan, mooi Wark? Je hebt zwarte vingers na dat plantje. Een beetje wel. Wit van de make-up. Dat valt wel mee, hoor. Ik heb wel mooie... Nou, mooi. Oogmake-upjes op. En ik moet mijn wallen natuurlijk een beetje wegwerken. Je trui is geel. Nee. Mijn trui is wit. Ik zweer het. Mijn trui is wit. Of het is geen trui, het is een shirt. Heb je zin in de verjaardag van Monkel? Oh, Monkel is bijna jarig, hè? Nou ja, ik heb nooit... Ga je hoorlijk bekend. Ik heb nooit echt zin in andermans verjaardag. Ik heb altijd alleen maar zin in mijn eigen verjaardag. Maar om sociaal aardig te zijn, ga ik nu zeggen ja. Ik heb zoveel zin in de verjaardag van Monkel. Nee, ik gun Monkel ondanks de tijd een hele mooie verjaardag. Moet wel eerlijk zijn hier, hè? Vanaf nu staat er een verbod op je wallen wegwerken, Sar. Wij willen die dingen zien op stream. Nou, je ziet ze ook gewoon met make-up. Nee, Monkel is vandaag niet jarig. Die is, wanneer is Monkel jarig, jongens? Wacht, zeg het niet. Ik probeer attent te zijn. Monkel is volgens mij zondag jarig. Of maandag. Hij heeft het wel tegen mij gezegd. En Billy was jarig, inderdaad. Moet ik nog graszaad meenemen van de Albert Heijn? Nou, mooi Wark, als je weet waar ik woon. Bel aan en kom gezellig graszaad brengen. Johannes Wolters, dankjewel voor je follow. Alleen maar zin in je eigen verjaardag. Laten we eerlijk... Nee, jongens. Nou, gaan jullie even niet zo schijnheilig doen tegen mij. Wanneer heb je nou zin in de verjaardag van iemand anders? Kijk, voor de drankjes en zo. En de zakjes chips en alles. En vroeger voor de tractatie. En voor het kinderfeestje dat je iets leuks mocht doen. Oké, dat snap ik het wel. Maar als we ouder worden en je geforceerd op een verjaardag moet zitten. Als het geen echt feestje is. Maar gewoon met een stuk taart, weet je wel. En dat je met een of andere schoonmoeder moet praten. We gaan gewoon even eerlijk naar elkaar zijn. Daar heeft niemand eigenlijk echt zin in. Toch? Toch? En je eigen verjaardag moet je huis opmaken. Of opmaken. Opruimen. Dus dat is ook niet eens zo heel leuk. Dat hoeft allemaal even niet. Precies, boekenkast. Jij kan nu verstoffen, boekenkast. Ik vind het gezellig. Oké, ik kom tot de conclusie dat ik gewoon echt een bitch ben. Maar dat wisten we eigenlijk al.
Bro, ik leef voor taart. Ik ook. Ik leef wel voor mijn moeders appeltaart. Wij kunnen praten. Kijk, Tom. Ik hou van jou, maar dat wist ik eigenlijk al. Maar nu wordt het ook nog eens even bevestigd dat jij snapt mij gewoon. Fuck verjaardagen. Goeie conclusie, Sar. Nee, dat is horror, zulke verjaardagen. Een beetje in een kring zitten en helemaal taart eten. Precies, Diamond. Dat probeer ik jullie uit te leggen. Ik heb er ook geen zin in, hoor. Gelukkig. Dat ben ik niet de enige. Nou, Tom vindt het ook niet zo chill. Krijg je ruzie met de opa van je ex en zo. Precies. Fuck dat. Door jou zijn Rens en mijn PC bijna gecrashed. Sorry. Ik wist niet dat ik zo lelijk was. Ik wist dat het op zekere hoogte erg was. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Is het mijn haar? Is het mijn wang? Stink ik uit mijn bek? Probably wel, ja. Probably wel. Hé, ik kan het kwijt. Ik haat jou. Wist je dat ook? Dit trekt me per se niet zwaar. Ik weet het. Het is ook. Het is allemaal zo erg, hè? Het was toch wel echt dat witte haar? Ja, precies, Nooksie. Het was echt, hè? Nee, je stinkt niet uit je bek, want je poetst je tong. Oh, jongens. Willen jullie iets over Nooksie weten? Nooksie stinkt sowieso uit haar bek, want ze gaf een paar weken geleden toe dat ze haar tong niet poetst. Nooksie, be like. Dat is zo slecht voor je tong poetsen. Daarmee poets je allemaal goede dingen weg. Toen zei ik, Nooksie, dan stink je gewoon naar poep. Uit je mond. En toen zei Nooksie, maar ik heb geen tongschraper. Nee, ik doe het ook altijd gewoon met mijn tandenborstel, hoor. En toen zei ik, Nooksie, je moet wel echt je bek poetsen. Je tong ook, want anders dan ga je stinken. En sindsdien poetst Nooksie dus ook haar tong mee. En voor iedereen die nu zo kijkt van, shit, tong poetsen. Waar heeft zij het over? Please, jongens. Poets je tong. Je wilt niet naar dode rat ruiken. Nooksie, come on! Ik probeer je te beschermen. Jongens, jullie moeten allemaal even tegen Nooksie zeggen dat je wel echt... De tong is de key. Haal een tongschraper, allen. Jongens, je moet echt die tong poetsen. Tom, back up me hier. We liggen op één lijn. Je moet je tong poetsen, right? Nooksie doet het nog steeds niet. Dus ja, het is niet zo erg om afstand te houden van Nooksie. Anderhalve meter, dan ruik je er tenminste niet. Nee, dat moet niet. Je tong gaat dan kapot. Dan doe jij dat ook sinds kort, want meestal rook jij naar dode rat. Nee, maar als ik naar dode rat ruik, dan komt het omdat ik gewoon te weinig heb gegeten. Dat is ook een ding, hè. Te weinig eten en drinken, dan ga je ook echt naar pure dode hond ruiken. En ik weet het dan van mezelf ook. En als je nou wil weten hoe je dat ruikt van jezelf, dan moet je even aan je hand likken. Dat klinkt heel raar, maar dan lik je even aan je hand en doe je... En denk je, oh, zo, tering, dat is niet goed hoor. Ramon 3, dankjewel voor je follow. Ik poets mijn tong ook altijd. Goed zo, Arnoud, hoe fijn. Daarom moet ik boodschappen doen. Echt, waar gaat het ook alweer over? Ik ben een paar dagen niet live geweest en het gaat alleen maar weer over vreemde dingen. Aqua Fresh tandenborstels hebben een speciaal schraapdingetje op de achterkant. Dat is een hele goede tip, Nightspark. Ik denk niet dat je er beter op gaat ruiken als je constant je hand likt, schat. Het is ook niet echt coronaproof. Nee, maar als je dat nou één keer doet en dan gewoon je handen wast. Gewoon even halverwege de dag. Hé, hey, wacht even. Kleine disclaimer. Kleine disclaimer. Het is niet dat ik dagelijks mijn hand zit te likken. Kijk, ik hou van handen hoor. Daar niet van. Maar het is niet dat ik zeg maar iedere dag mijn hand lik om te ruiken of ik wel naar poep ruik of niet. Ik wil jullie gewoon behoeden voor een slechte adem. Doet een hond ook Wolly? Na corona houdt iedereen nog steeds anderhalve meter afstand van mij. Ik denk het wel, Nooksie. Zolang jij je tong niet gaat poetsen, zijn we toch echt klaar met jou? Ben jij toch echt gecanceld? Ik doe het altijd met de achterkant van de tube tandpasta. Wacht, wat? Dus jij pakt een tube tandpasta, stel dat is een tube tandpasta, en dan ga jij zo met je tong ga je schrapen. Terwijl iedereen die tube tandpasta gebruikt. Kunnen we
Wacht, wat? Ik moet het even verwerken, kneusdereus. Dat doe je toch niet? Ruul, dankjewel voor je follow. Nee, dat kan niet hoor. Dat moet je ook niet doen. Ik ben zo hyped voor Pikmin 3. Ik ook. We gaan het vanavond spelen. Dus mocht je vanavond zin hebben om te kijken. Tussen 7 en 8 ga ik live. En dan gaan we Pikmin spelen. En dan gaan we gewoon nog steeds zo kletsen als we nu doen. Alleen dan zien jullie niet de hele tijd deze wortel in beeld. Maar ook gewoon Pikmin en zo. Nee, niet nu al hoor. Oh, dat is een voorbeeld. Ik pakte even zo'n zakje. Linkjes 79. Dankjewel voor je follow ook. Iedereen heeft bij ons zijn eigen merk tandpasta. Maar dan nog. Je gaat dan niet je tube tandpasta in je bek steken. Koop dan gewoon een tongschraper. Ja, dat kan echt niet. Kijk, Sandra is er mee eens. Doei Arnoud. Superleuk dat je er was. Ik ga zelf spelen. Nou, maakt niet uit, Pizza Koe, dat jij de stream verlaat. Ik bedoel, jij doet anders op je pizza. Dus jij bent sowieso al gecanceld. Dus dat jij dat niet hier kijkt, maar zelf gaat spelen. Ja, daar ligt niemand in deze chat wakker van. Ik bedoel, het is gewoon smerig dat je dat doet. Ik ben er even af. Na de winkel. Is goed, mooi, Bark. Ik krijg nu wel zin om mijn tong te schrapen met mijn tube. Ik woon alleen. Tommy. Van mij mag je. Ik bedoel, als je tube tandpasta dan naar het poep stinkt, dat maakt niet uit. Oh, als je hem deelt, dan is het gewoon ranzig. Je shirt is uber cute. Ja, ik heb hem van Nintendo gekregen. Super cute, hè. 3 Pikmintjes zo op mijn... Ja, die zitten daar gewoon gezellig. Heb je nog veel pijn, Saar? Heb nog aan je gedacht. Dat vind ik lief, Night Park. Ik heb nog wel een beetje pijn, ja. Vooral als ik zoveel blijf ouwe hoeren als dat ik nu doe. Maar we komen er wel doorheen. Ik blijf een strijder. Mannen die op hunzelf wonen zijn echt wel ranzig. Sorry. Die hebben volgens mij echt een vrouw nodig om nog een beetje hygiënisch te zijn. Sandrew. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Als ik op mezelf woon, dan ben ik zeg maar net zo ranzig als die mannen die op hunzelf wonen. Want ik ben ook gewoon een ransaap. Ik denk dat ik daarom ook vrijgezel ben. Want ik ben gewoon ranzig. En als mijn man ook ranzig is, wie ben ik dan om daar wat van te zeggen? Gewoon samen ranzig. Ik ben gewoon vies. Ik ben in alle opzichten wel een beetje vies. Show ons je Pikmin op je shirt. Het is zo klein. Nou, ik vind dat je ze goed genoeg kan zien hoor. Tommy, let's go. Ik ga hiermee akkoord. Wel een mooie ring, zeg maar. Ik zie jou al met zo'n Lego ring aankomen. Wat een super relaxe Mario muziek. Lekker jazzy. Precies, Spoor. Zo rollen wij hier. Laat even scheet. Hallo, ik heb nog geen bruine bonen gegeten. Het is nog niet zover. Er staan wel een aantal scheten in de clipcompilaties op mijn kanaal. Als je naar de video's gaat op Twitch, dan heb je clipcompilaties. Als je die een beetje doorscrollt, dan zijn er een aantal ruften beschikbaar. Helemaal gratis en voor niks. Maar ik ben ermee gestopt. Ik probeer iets minder poepjes te laten op stream. Want ik weet niet of als een bedrijf dan mijn stream ziet. En ze zien dan alleen maar dat ik poepjes aan het laten ben. Of ze dan wel met me willen samenwerken. Niet eens voor jullie, hè? Gewoon commerciële bitch. Laat het scheet. Joey, ik dacht dat ik je had verteld dat ik niet wilde dat jij ging commanderen. Ik ben blij dat die clips bestaan. Ja, ze bestaan zeker. Ik ga ze ook niet verwijderen. Je plopkap gaat ook stinken. Nou, die ruikt... Mike ruikt best wel neutraal eigenlijk. Ja, die stinkt niet naar poep. Dus dan dat vind ik nog goed. Waar kijk ik naar? Ik heb geen idee. Ik kan het kwijt. Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Er zijn 4 hete ruften. Bij een in de buurt. Pizza Koe? Verklaar je nader. Misschien gaat Saar met wc-papier samenwerken. Wie weet. Maar daar kan ik niet zoveel mee. Het is niet alsof ik hier mijn kont ga afvegen. Ik voel me heel ongemakkelijk hiermee. Sorry. Sorry, ik wist niet dat jullie ongemakkelijk werden. Dat is echt totaal mijn bedoeling niet. Joa Storn, dankjewel voor je follow ook. We gaan Pikmin spelen en later gaan we nog Little Hope doen. En de rest van het weekend gaan we ook nog Bartstok spelen. Dus het wordt een superleuk weekend. Alleen, ik ben eventjes een uurtje live om met jullie te kletsen. Dat was na deze stream.
Ga ik heel eventjes eten. En dan daarna ga ik meteen gamen. Oh, page. Ja, dat is... Maar die is ook zacht. Dat is met dat blonde hondje, toch? Gaan we een game spelen of niet? Megamaagd. Nu. Niet. Want ik moet nog even mijn eten chappen. En dat gaat over een paar minuten gebeuren. Dan chap ik mijn eten en dan kom ik terug op stream. Is dat goed? Of ga je me dan steken? Ik denk dat je me dan gaat steken. Misschien word je gesponsord door een bedrijf met tongschrapers. Ik zou er gewoon voor in zijn. Zin in, echt leuk. Ik ben ook heel erg blij dat jij er bent, Megamaagd. Ik heb jullie gemist. Ik ga even kapsalon eten. Lekker, Joost. Deze stream wordt mede mogelijk gemaakt door de tongschrapers van de HEMA. Waarom nou weer specifiek van de HEMA? Misschien wil ik wel een tongschraper van de Albert Heijn. Of van de Jumbo. Kijk, jongens. Ik krijg zo in mijn oortje soep op tafel. Soep op tafel. Wij herhalen. De soep is klaar. Het hele weekend. Ja, ik ga het hele weekend live. Omdat ik natuurlijk de hele week weg ben geweest. Boek. Boek? Wat voor boek ben je vandaag? Een stripboek. Een pornoboek. Een horrorboek. Een fantasyboek. Of een comedyboek. Je mag het nu zeggen. Er bestaan pornoboeken, right? Toch? Of alleen maar pornoblaadjes? Toch? Ook boeken. Ik ga zo pizza eten. Ik ben jaloers, Lucky Indie. Een gewoon boek. Nee, boek. Nee, zo gaan we vandaag niet zijn. Ik wil wel dat je even... Welk boek... Hoe voel je vandaag? Wat voor boek... Met wat voor boeken hebben we vandaag te maken? Ik bedoel, moeten we hier open met elkaar zijn, hè? Nintendo zet je nu op de blacklist. Nee, ik heb nog helemaal geen Pikmin gestreamd. Dit is niet de Pikmin stream. Deze vod kan ik nog verwijderen. Alhoewel, er zijn hier 183 kijkers. Wie van jullie zet al mijn streams op YouTube? Je mag het nu zeggen. Ik bedoel, je hebt echt een kapot grote harde schijf. Want je zet streams erop van 3 maanden geleden. Dus je hebt die streams allemaal bewaard om ze nu nog live te gaan zetten op YouTube. Ik wil erachter komen wie het is. Het maakt me niet uit dat je het doet. Dat je gewoon mijn complete library aan streams op het internet plaatst. Maar toch. Als je dus Saar Twitch intypt op YouTube, dan vind je dus al mijn streams. Was het boek? 50 Shades of Grey, daar gaan we mee akkoord, boek. Ik heb wel een grote harde schijf. Ja, kijk, je hebt mensen met harde schijven die slaan er allemaal drama in op. Maar er zijn dus ook harde schijven met al mijn streams. Had Siri dat ook? Bigfoot Plaza. Dankjewel voor die raid. 183 kijkers, wat een gezelligheid. Ook de Mario streams. Ja, alles. Wacht, ik kan het wel heel even laten zien. Voordat we... Oh, kut, klik ik mijn Spotify weg. Je bent ook echt een beetje rare, sir. Oh nee, ik ging geen reclame ervoor gooien. Nee, dat ga ik niet doen. Maar als je op YouTube ernaar zoekt, dan vind je dus... ik kan het wel met mijn telefoon even laten zien. Dan is het niet echt reclame, want jullie kunnen niet op klikken. Kijk. Ik zat dus niet vermoedend. Typte ik zeg maar... Saar Twitch in. Nou, dan vind je als eerste die video van Milan Knol. Met die streamers. Domme vragen stellen aan streamers. En daar kijk ik trouwens echt. Daar kijk ik echt kapot intelligent, maar niet eens. Kan dit ook scherp gesteld worden? Nee, camera, doen we dat niet? Nee? Nou, nah, het hoeft niet hoor. Als je niet wil. Lekker scherp, precies. Hij stelt scherp op mij. Wow, waarom ben ik zo rood ineens? Ik op stream ook zo rood. Wow. Waarom ben ik zo rood ineens? Wow. Oh, nu trekt hij bij. Wow, dat was echt... Wow, dat was echt eng. Zagen jullie dat? Dat was echt eng. Maar goed. Dan ga je dus... Toen ging ik scrollen. En toen zag ik dus een kanaal. En ondanks dat het niet scherp stelt... kun je wel door mijn rode haar zien dat ik het ben... En daar staan dus... Oh, kijk, hij stelt scherp nu. Zie je ook, er staat een datum bij. Er staan dus al mijn streams op. Zie je dat?
Echt heftig. Ik heb een hele lange nagels. Sorry daarvoor. Ik moet mijn nagel knippen. Ik weet niet wat mijn camera doet als ik mijn telefoon laat zien. Maar ik word helemaal rood. Je videofilter is aan het falen. Inderdaad. Vloekenstein Gaming, dankjewel voor je follow. Dat is wel vrij intens, hè? Je had even een fail bij je videofilter. Ja, ik weet niet waarom die dat doet. Sarah ineens in de red lights. Het is gewoon mijn camera die ineens gekkig deed. Infrarood. Ja, het komt denk ik door dat licht van mijn telefoon. Dat hij dan helemaal niet meer snapt hoe die moet leven. Bazig, het had ook een andere nepgender kunnen zijn. Ja, ik ben het toch echt om. Maar mijn streams duren gemiddeld echt 4 uur of zo. Dus als jij echt 3 maanden aan content van mij opslaat, dan heb je wel pittig grote harde schijf nodig. Dus ja, ik kon wel ineens de kipnugget stream weer terugzien en zo. Dus dat was wel grappig. Maar eigenlijk mag het natuurlijk niet, want het is wel mijn content. En iemand zet dat gewoon out of the blue allemaal live. Terwijl ik het niet eens zo erg vind dat fotsen op een gegeven moment weer verdwenen zijn. Pak die guap, precies. Hey jongens, we gaan eventjes iemand raiden. Wie zullen we even gaan raiden? Emma Snorkel kunnen we al raiden. Ik ben echt over een half uurtje weer terug. Dus als jullie bij Emma blijven chillen en later weer terugkomen, zou ik dat heel leuk vinden. Zet vooral je notificaties even aan. Als je meer wil zien vanavond. Ik ga vanavond lekker gamen. Gaan we Pikmin spelen. En Little Hope. En de rest van het weekend ook. Dus vergeet niet op het volgknopje te drukken. En me niet op Instagram te volgen. En Twitter als je dat niet hebt gedaan en zo. En dan komt dat helemaal goed. Little Ho. Ja, Little Ho. Voor jou wel, Tommy. Voor jou ga ik Little Ho spelen. Little Hope natuurlijk. Ik zei denk ik Little Ho. Maar goed, dan zie ik jullie hopelijk zo weer tussen 7 en 8. Dan ben ik wel weer live. Dus ja, hopelijk tot straks. Je kunt ook de pagina open laten staan. Ik kom zo terug. En dan zeg ik voor nu. Aju paraplu, groetjes aan Emma. Drop even volg je bij haar. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!